In Shadowland gaat een jong meisje op zoek naar onafhankelijkheid en komt terecht in een wondere wereld van zonderlinge, grappige en altijd intrigerende figuren. Maar veel belangrijker dan het verhaal is de sfeer die de dansers weten op te roepen. It's a combination of dance, theater, acrobatics and the shadow work, which is what this show is especially known for. What would you say, Magic? Yeah, I'd say that's true. I mean, we have to develop a technique that's different than anything else because the shadow demands so much. Om een voorstelling als deze tot een goed einde te brengen, moeten de dansers een ijzeren discipline aan de dag leggen. The partnering too is a certain kind of discipline because like Magic, you know, we lean into each other. It's like, yeah, it's takes a certain amount of communication that we have to work on every day. Na de eigenlijke show doen de dansers in elke stad nog iets heel lokaals. We love spelling the name of the town because and you know it's a gift for every place we go. Heel goed, een ontdekking voor ons denk ik. Ja. Wat mij vooral opviel was die dame, die moet een ongelooflijke fysiek hebben. Het is echt fantastisch. Shadowland is nog te zien vanavond en zaterdagmiddag en avond, telkens in de Elisabethzaal.